Eigenlijk kwamen deze twee auto's een beetje te laat op de markt, want al vanaf dat moment was de teleurgang van het D-segment, laten we het zo maar noemen, al ingezet. Verschuiving naar de SUV en de crossover. Dat zien we nu ook in het occasion segment. Ook daar stijgt de vraag naar SUV's en crossovers. Toch willen wij vandaag even een lans breken voor deze twee stationcars uit het D-segment. Je krijgt er een hoop auto voor. Ruim, veilig, vaak heel compleet. Dus ja, gewoon veel waar voor je geld. Deze generatie Avensis kwam in 2008 op de markt. Het is de derde generatie Avensis. Ook deze werd in Engeland gebouwd. Dus in 2008 werd hij geïntroduceerd. Hij kreeg in 2011 na 3 jaar nog eens een keer een facelift. En uiteindelijk in 2015 is dus het huidige model op de markt gekomen. En kijk je dan naar de verkoopcijfers, dan zie je eigenlijk in 2016... dat zijn er nog geen 150 geweest van de Avensis. Dus daar zie je toch echt wel dat het sterk terugloopt. Heeft natuurlijk alles te maken met het zakelijke segment en de bijtelling. Die regels die zijn veranderd. Nou, in deze auto, we hebben hier te maken met een 1,8 liter motor. Dat is bij de Avensis de zogezegde middenmotor. Want je hebt onderin het gamma een 1,6, dan komt deze 1,8 en daarna een 2 liter benzinemotor. Dus, nou, dit is gewoon een prettige motor in de omgang. Mooie soepele machine, lekker stil. Het valt sowieso op dat het geluidsniveau in de auto laag is. Afrolgeluiden zijn goed gedempt. Dus daar hebben ze zeker weer een goede stap gemaakt ten opzichte van het model hiervoor. Hij heeft 6 versnellingen, zit ook mooi laag in de toeren op de snelweg. Dat is allemaal best goed voor elkaar. Kijken we naar de binnenruimte van deze auto. Ja, zoals je mag verwachten in zo'n D-segment auto. Lekker veel ruimte voor en achterin. Je ziet hier ook achterin heeft hij zelfs gewoon een vlakke vloer. Dat is natuurlijk prettig voor de middelste passagier. Dan kan hij ook fatsoenlijk zijn voeten kwijt. Kofferruimte is 543 liter. Net een maatje groter dan die Laguna. Dus alles bij elkaar is dat gewoon heel goed. Ook het uitrustingsniveau van deze. Dit is dan zo'n businesspakket. Daar zal het Navi-systeem wel deel van uitmaken. Dus ja, alles wat je wil zit er op en aan, ook qua veiligheidsvoorzieningen. Natuurlijk nog geen assistentiesystemen zoals de moderne auto's hebben. Maar verder zit hij gewoon echt wel goed in zijn spullen. De rij-eigenschappen zijn wel een tikje anders dan van de Renault. Dat wil zeggen, de besturing is een tikje wolliger, een beetje rubberachtig voelt hij aan. Ook de vering en de demping. Je zou verwachten dat deze auto wat stugger was dan de Renault. Maar het tegendeel is waar, hij is juist een beetje soepeler geveerd. Best wel comfortabel. Merkte ik laatst ook al in de nieuwe Yaris waar ik reed. Die was ook best goed comfortabel geveerd. Dus het totaalpakket klopt wel. Alleen de besturing zou voor mij wel een tandje scherper en met meer gevoel mogen hebben. Deze Laguna kwam een jaartje eerder op de markt dan die Avensis, dus inmiddels alweer 10 jaar geleden. En eind 2010 heeft hij een facelift gehad, dus je zou zeggen dat deze auto, die is van 2011, ook een facelift. Maar niets is minder waar, want dit is nog wel gewoon het oude model, om het zo maar te zeggen. Die facelift heeft een iets opgefrist neusje, heeft deze dus nog niet. Het interieur is grotendeels hetzelfde. Deze uitvoering waar we mee rijden is eigenlijk een beetje een basisuitvoering, maar hij heeft wel een aantal extra's. Sowieso zit hij dan voor een basismodel best goed in de spullen. In ieder geval climate control, cruise control zit er wel op. Goed, de naam Laguna heeft natuurlijk een hele negatieve bijklank gekregen door die generatie Laguna. Met name van 2000 tot 2005. Die was gewoon echt slecht. Althans, er waren heel veel dingen aan gewoon structureel die kapot gingen aan die auto. Dus een hoop mensen hebben die Laguna ook de rug toegekeerd. En dat merk je ook wel nadat deze auto kwam. De belangstelling was eigenlijk maar heel gering. Dus ook deze auto is gewoon niet veel verkocht. De motoren, de instapmotor voor deze auto is al een 2 liter. Daar rijden wij nu mee. 2 liter met 140 pk. Er was ook een 2 liter turbo. En er zijn 2 diesels. De bekende 1,5 DCI. Dan denk je dat is een te lichte motor. Maar die doet het echt verrassend goed in deze auto. Lekker veel koppel. En er is een 2 liter DCI. Dus daar heb je de keuze uit. Goed, deze 2 liter benzinemotor. Gewoon een lekkere motor. Hangt goed aan het gas. 6 bak met niet eens zulke hele lange overbrengingen. Dus daardoor komt hij wat sportiever over. Maakt dan wel wat meer toeren natuurlijk uiteindelijk op de snelweg. Maar is wel gewoon lekker levendig, soepel. Klinkt ook goed. Dus een fijne benzinemotor. Kan niet anders zeggen. En het voordeel, net als bij die Toyota, dit is nog geen downsize motor van de eerste generatie met een turbo en alles. Hier kan in principe weinig aan kapot. Dus bewezen techniek. Gaat over het algemeen lang mee. Interieur, nou, eigenlijk bijna net zo ruim als die Avensis. Ik wou bijna zeggen een tikkie ruimer, want bij mij, als ik hier achter mezelf zit, blijven mijn knieën zelfs nog vrij. Hoofdruimte ook voldoende.
kofferbak tikje kleiner, 508 liter tegen 543, dus dat is gewoon prima. En de rij-eigenschappen, ja, dan moet ik zeggen, de besturing, het onderstel zo, is net even een teentje fijner dan in die Avensis. Je zit hier met net even een beetje meer plezier, maak je bochten, besturing voelt het beter aan. Dus in die totaliteit klopt deze auto net even wat beter dan die Avensis. We hebben twee auto's naast elkaar gezet die ja, op papier redelijk aan elkaar gewaagd zijn. Qua formaat, qua motorvermogen, qua inhoud ook binnenin. Ja, het zit redelijk dicht bij elkaar, moet ik zeggen. De rij-eigenschappen die zijn enigszins verschillend. Maar goed, de een zal dit wat meer waarderen zoals die Renault rijdt en de ander die Toyota. Het prijsverschil, deze auto kost 10 mil, die Toyota 14, heeft ook weer te maken. Deze Renault staat bij een handelaar, de Toyota bij een dealer. Maar als je naar de prijzen van gebruikte Avensis kijkt, dan zie je dat ze over het algemeen gewoon behoorlijk aan de prijs zijn. Het geldt voor veel gebruikte Toyota's. Het heeft natuurlijk alles te maken met de goede reputatie van het merk. In ieder geval, allebei hele puikenauto's, lekker ruim, comfortabel. Dus absoluut overwegen waard om eens een keer naar een auto uit het D-segment te kijken en niet direct naar een SUV of een crossover.